C-Level is 13 jaar geleden opgericht. Bastien, mijn compagnon en ik zijn toen met z'n tweeën begonnen. In de avonduren waren we begonnen met een zeilbootontwerp. En dat begon dusdanige vormen aan te nemen dat we zeiden van nou, dit kunnen we niet in de avonduren blijven doen. We gaan hier een bedrijf omheen opzetten. Zo langzamerhand zijn er steeds meer mensen bijgekomen en nu zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 14 mensen. Wanneer heb jij je allereerste ontwerp gemaakt? Dat is een jaar of 16 geleden. Toen werkte ik tijdens mijn studie bij een sloepenbouwer in Loosdrecht. En daar heb ik twee sloepen ontworpen. En dat is echt van schets tot bouwbegeleiding geweest. En daar zijn wat serieproducten van gemaakt. Ja. En voor C-Level, voor ons bedrijf, is het iets van 12 jaar geleden, denk ik. Nou, als ontwerper heb je het eerste contact met een klant. Dat is heel erg belangrijk, want dat is waar de basis wordt gelegd voor het uitwerken van het ontwerp. Het liefst spreken we dan ook af bij die mensen thuis, zodat je ook een beeld krijgt van hoe zijn interieur is, of dat ruim opgezet is, of er veel kleuren in huis zijn, of dat het juist een heel rustig interieur is. Dus je moet zoveel mogelijk informatie van diegene te pakken zien te krijgen en juist ook de dingen die hij niet noemt. En dat wordt je basispunt voor het concept waar je mee verder gaat. Wat doe jij nou om geïnspireerd te blijven? Geïnspireerd te worden of te blijven, dat is niet echt een actief iets wat in mijn agenda zit van dat ga ik nu doen. Maar inspiratie komt overal vandaan. Dat zijn gesprekken met klanten, dat zijn voorgaande projecten, dat zijn autoblaadjes, automotive design. Alles valt op een gegeven moment, als je ergens mee bezig bent, op zijn plek en gebruik je die bronnen om in je project op te nemen en daar het beste uit te halen om tot een mooi concept te komen wat aansluit bij de wensen van de klant.